Oud-minister en oud-vakbondsman Harold Rusland is afgelopen zaterdag na een ziekbed heen gegaan. Rusland was onderwijzer en werd voorzitter van de Christelijke Onderwijzersbond Broederschap. Begin 1968 werd hij gekozen tot president van de toen opgerichte onderwijsbond VOLS, die een jaar later betrokken was bij de onderwijzersstaking die het kabinet Pengel ten val bracht. Bij de daaropvolgende verkiezingen in oktober 1969 stond Rusland op de kandidatenlijst van de PNR en werd bij de verkiezingen in 1973 gekozen tot lid van de Staten van Suriname. De oud-vakbondsman heeft ook meegestreden naar de onafhankelijkheid van Suriname. Na de sergeantencoup van 1980 werd Rusland minister van Onderwijs in de kabinetten Chin Assen en later het kabinet van Nijhorst. Na zijn actieve loopbaan in de politiek trad Rusland vaker op als bemiddelaar in conflicten tussen vakbonden en de regering. Harold Rusland werd 84 jaar en was vader van 5 kinderen.